Welkom in Mysterix. Op het strand hebben we een geheimzinnige kist gevonden. Hierin blijkt een gevaarlijk virus te zitten dat de hele wereld bedreigt. Over exact 1,5 uur ontsnapt het virus. Gelukkig heb ik enkele leerlingen die in de huid van geheime agenten kruipen. Zij kunnen aan de hand van 9 experimenten meer te weten komen over het virus en energie winnen. Op het einde verzamelen we alle energie en stoppen die in het virus. Hopelijk kunnen we het dan neutraliseren, anders wordt de hele wereld besmet. Kan jij de wereld redden? Tijdens hun onderzoek voeren de leerlingen in kleine groepjes een aantal opdrachten uit. De opdrachten zijn stuk voor stuk praktische toepassingen uit de biologie, aardrijkskunde, taal, muzische vorming, elektriciteit en mechanica. De leerlingen beleven de leerstof op een interactieve manier. De motivatie van de geheimagenten wordt gestimuleerd en ondersteund door een computer dat elk experiment in de juiste richting stuurt. Luister naar de geheime boodschap. In een muziekstuk is een belangrijk gesprek verborgen. Zoek uit welke instrumenten het gesprek onverstaanbaar maken. Hallo! Zo kun je de boodschap uit het geroezemoes filteren. Ontcijfer de vreemde tekens. Bevatten de onbekende inscripties in de kist waardevolle informatie? Ontcijfer de vreemde tekens aan de hand van het vreemde alfabet. Wie heeft de kist op het strand gezien? Zijn er getuigen? Spoor ze op. Door de aanwijzingen logisch te rangschikken, kun je hen opsporen. Misschien weten zij meer. Dat zijn de instructies. Een meisje ligt in quarantaine in het ziekenhuis. Is het al te laat? Is ze al besmet met het virus? Haar leven ligt in jouw handen. Bepaal haar bloedgroep en onderzoek al haar organen. Allee, je moet wachten. Waar is de kist geweest? Op welke plaatsen is de kist nog geweest? Waar dreigt er virusgevaar? Op basis van foto's van dieren, plantengroei en een geografisch herkenningspunt kun je de locaties bepalen. Maar dan moet je nog de kortste route uitstippelen voor je collega geheimagenten. Activeer de robots. 4 robots zijn verspreid op aarde. Waar zijn ze? Hoe snel bewegen ze zich voort? Je komt het te weten als je een defecte robot kunt activeren. De hele wereldbevolking rekent op jouw kennis van elektriciteit. En nu de zee in. Er liggen stukken van de kist in de zee. Rij naar de haven, scheep daarin op een onderzeeër, vaar naar de vindplaats en bestuur daar een afstandsbediende robot met minicamera. Oh ja, de navigatie-instructies zijn in het Frans en het Engels. No problem? On y va. Help! De truck verhit. Opgelet, het mobiele laboratorium verhit te snel. Je moet het dringend afkoelen, want anders kun je de opdrachten niet tot een goed einde brengen. Met behulp van tandwielen krijg je een ventilator aan de praat. Maar hoe laat je die optimaal functioneren? Stuur je agenten op pad. Je staat er niet alleen voor. Andere geheimagenten helpen je bij je missie. Zij moeten altijd fit zijn en paraat staan. Bouw een voedselpyramide en stel het ideale dieet voor hen samen. Kun je vertellen wat je hier moet doen aan deze opstelling? Daar moeten ze letters ontcijferen en hier moet ik dan die letters intippen in de computer. Ja, wij moeten dus de kortste weg zoeken om vanuit Brussel naar Chicago, naar Kinshasa en naar Canton te raken. Vind je het hier leuk? En indien ja, waarom vind je het hier zo leuk? Ik vind het hier leuk omdat ik vind wetenschap leuk en ja, Technopolis is zelf ook leuk. Omdat je heel veel bijleert eigenlijk. Op leuke manieren, zoals spelletjes spelen en zo. Je leert heel wat bij. In de klas is het zo saai les en hier moesten we allemaal proeven doen.
hier kun je dingetjes doen en in de les moet je stilzitten en luisteren naar de juf of meester.